Moppen aan den Toog in Mortsel. Sven de Ridder, Briek van Dijk en Fokke van der Meulen tompelden zaterdag menig toeschouwers in de wereld van de koning van het moppetappen, Tony Bell. Ik heb iets extra baan van de middag. Om zo eens te proberen. De Tony Bell heeft niet alleen moppen geschreven en gedaan, maar ook sketches. Sketches in een ancien magiek. En ik heb zo van hem niet alleen die machetknoppen gekregen, maar ook hieronder kisten met echt sketches nog in van vroeger, van in de tijd van een ancien magiek. Wacht, ik kwam eigenlijk gewoon kijken naar die jongens. Het is echt beangstigend als je ogen dicht doet, hoe hard dat je... Zo was er iets, dames en heren. Dat is wel zo grappig. Goed, moppen. Maar ik moet even vertellen die ik nog niet gehoord heb. Er waren heel veel die ik heel blij was van terug te horen, van die vissen en zo, van die toestanden. Heel goed. Ik hou van moppen met beesten. Beesten die spreken, dat vind ik sowieso al grappig. Voor mij een pintje, geef die mensen daar ook een pintje en die daar van achter ook. En die barman zegt, en voor mij ook een pintje. Nee, als jij begint te drinken, dan word jij super agressief. Dag mevrouw, hebt u zich geamuseerd vandaag? Fantastisch, echt ongelooflijk. Zo blij dat je geweest bent. Je vond ook, en dat was echt keileuk. Meneer, hoe vond u het optreden vandaag? Heel goed. Ik heb geen spijt van dat ik dat gezien heb. Spijtig genoeg dat het gedaan was. Goed gelachen dus. Smaakt naar meer waarschijnlijk. Dus ze mogen het nog doen? Ja. Hoe rapper, hoe liever. Dus het smaakt zeker naar meer. Ze mogen het nog doen? Ja, zeker. Kom. Hiermee heb ik je gevraagd. Hè, maar je hebt mijn e-mailadres gegeven en stuur maar door. Ja, je komt zeker. Ja. Dag Adriaan, welkom in Mortsel. Hoe vond u het optreden en hoe vond u de drie mannen? Ik ben al jaren fan van Tony Bell. En ik ben ook fan van Fokke van der Meulen, Briek van Dijk en Sven de Ridder. Dus dat kan niet stuk gaan, hè. Dat was fantastisch. Ik vond het een fantastische middag. Want ik voelde mij ineens een jong bejaarde man in een fijn gezelschap en op een fijne middag in Mortsel. Was het voorzien dat u op het podium ging komen? Nee, ik voelde het wel aan mijn water als ze begonnen vragen, zijn er mensen die moppen kunnen vertellen in de zaal? Dan werd er al schalks naar mij gelachen door Sven de Ridder. Dus ik voelde het wel dat het zou gebeuren. Maar wel leuk om dan ook een paar grappen te mogen vertellen. Oké, ik dank u voor het interview. Ik ben heel fier dat ik eindelijk op Mortsel TV ben geweest. Beste kijkers, we zitten hier vandaag in het parkje en bij ons zitten Fokke van der Meulen van Café de Joker, Sven de Ridder en Briek van Dijk, acteurs van Moppen aan de Toog. Welkom heren. Fokke, jullie brachten vandaag een tribute aan Tony Bell, de koning van de moppetappers. Hoe zijn jullie op het idee gekomen om dit stuk te maken? Zaten jullie toevallig aan de toog in de Joker? Nee, daar hebben we wel een eerste versie gedaan van deze avond in de Joker. Maar het kwam eigenlijk dat ik in echt op het theater was en daar hing een portret van Tony Bell. En ik kende Sven al een beetje en ik benaderde hem en ik zeg van, Tony Bell hangt bij jullie in theater. Ja, ik heb hem goed gekend en zo zijn we aan de praat geraakt. We waren allebei groot fan. En dan hebben we een avond gedaan in de Joker. En die avond was zo leuk dat we die nu proberen ook in theaters te doen. En zoals vanavond. En hebben jullie daar ook de try-outs gedaan in de Joker, met echt publiek of zo? Ja, inderdaad. Dus de eerste try-outs waren in de Joker. En daarna heb ik boekingskantoor opgebeld. We zeggen, ja, dat was zo leuk om te doen. We willen dat nog doen. En nu zijn we door het hele land aan toeren met deze voorstelling. Zeg, en Tony Bell is een vrij bekend persoon, denk ik. Heeft hij een grote invloed gehad op jullie carrières? Ja, ik heb hem persoonlijk gekend en ik moet zeggen, de manier waarop dat hij een mop vertelt, dat is... Ja, dat heb ik weinigen nog zien nadoen. Dat is ook de enige manier waarop ik hem op kan vertellen. Op de manier van Tony Bell. Want dat is, ja, dat is de koning van de moppetappers. Oké. Zeg, en Briek, je hebt zelfs een dubbele rol in dit stuk. Hè. Je bent zowel acteur als scenarist, denk ik. Hè. Is dat moeilijk om zoiets te combineren? Nee, want dat ligt allebei heel dicht bij elkaar. Of je nu iets, een verhaal moet schrijven, een grappig verhaal, of je moet een grappig verhaal spelen. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. En moppen, ja, dat is zoiets. Ik onthoud in mijn leven weinig dingen. Ik onthoud geen namen. Ik kon vroeger geen leerstof onthouden. Maar om een of andere reden kan ik wel moppen onthouden. Ja, voilà, dat is mijn gave. Moppetappen vind ik zelf ontzettend moeilijk. Wat is eigenlijk het geheim van een goede mop? Ik denk dat jullie dat misschien wel weten. Goh, herkenbaarheid.
En ze vaak vertellen. Hey, want ik heb nu vandaag ook een paar moppen voor de eerste keer verteld en dan merkte dat je nog een beetje aan het zoeken bent, waar moet ik de pauze leggen. Dus je moet eigenlijk een mop heel veel vertellen en daar is deze tournee eigenlijk schitterend voor, want het is vandaag misschien de 20e keer dat we deze voorstelling spelen en ondertussen, de meeste moppen zijn ondertussen al goed gerodeerd, maar af en toe steken we er nieuwe moppen in en dan merk je dat dat net moeilijk is, om je moet zien waar lachen de mensen, waar moet je een dramatische pauze, want uiteindelijk is een mop een verhaaltje. Dus dat is het gewoon veel doen. Oké, dank u. Sven, we kennen u allemaal van op tv en theater. Ik weet dat je ook wel een beetje durft regisseren, hè, bepaalde stukken. Wat is eigenlijk uw favoriete rol? Ik zeg altijd, mijn favoriete rol is degene die ik binnenkort ga spelen. Ja, dus, ja, en ik hoop dat ik dat nog heel dikwijls kan zeggen natuurlijk. Slim antwoord. Voortaan, voorlopig staan jullie met dit stuk op de plank, hè, met moppen aan de toog. Maar zijn er nog projecten die jullie samen gaan doen of die er nog aankomen? Wel, Sven gaat binnenkort, gaat hem direct misschien zelf vertellen, in een musical meespelen. Maar wij gaan deze zomer een nieuw stuk spelen met onze eigen compagnie, de Sven Rieder Compagnie. We kunnen daar nog niet veel over zeggen, buiten dat we dat deze zomer in de Alkerliek gaan spelen. En op 14 februari... is er een persconferentie en gaan wij alles bekendmaken. Okay. Sven, iets meer over de musical misschien? Wel, het is een musical van de film Iedereen Beroemd. En dat ben ik nu momenteel aan het repeteren. En dat is de eerste keer dat ik een musical meedoe. Dus ik ben, het is voor mij heel spannend, maar heel fris en allemaal nieuw. Dus dat is leuk, na al die tijd van nog eens iets nieuws te kunnen doen. En Fokke, voor Café de Joker, staat daar nog iets op het programma? Ja, in Café de Joker doen we elke woensdag en zondag stand-up comedy. Dus dat, dus nu zelfs, Alex Echtnieuw komt nu zelfs optreden, maar ook Jeroen Leenders. Er komen elke woensdag en zondag om 8:30 hebben wij stand-up comedy in de Joker. Van nu tot in de eeuwigheid. Dus voilà, iedereen welkom. Oké, okay. Bedankt Sven, Briek, Fokke, bedankt voor het interview. En Mortsel TV wenst jullie een prettige dag nog. Dag meneer Van Kluizen, u bent de kleinzoon van Tony Bell? Ja, dat klopt. Ik ben de kleinzoon van Tony Bell en ik ben daar heel fier op. Zoals alle Mortselaren waren ze fier op Tony Bell. Wat doet dit met uw zondagmiddag, al die moppen van uw bompa horen? Ik ben blij dat ik hier ben geweest en ik moet toegeven, ik heb een traantje gelaten. En wij hebben vooral gelachen, want dat was het motto van... Tony, denk ik ook wel een beetje, een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Een mooie tribute aan Tony ook. Hoe is dat tot stand gekomen? Ik weet ook niet. Ik ben hier in Mortsel verzeild geraakt. En dan heb ik via mijn vriend vernomen dat hier een voorstelling was, via. En ja, het deed mij heel veel plezier dat er toch nog mensen die aan mijn grootvader denken. En... misschien nog een laatste gedachte aan de grote Tony Bell. Zou hij het goed vinden van hier bovenuit, denkt u? Ik denk van wel. En ik heb nog altijd spijt dat ik niet in zijn voetsporen ben kunnen treden. Het is nooit te laat, meneer Van Kluizen. U kunt nog in zijn voetsporen treden als u wilt. Maar ik denk dat het een beetje te laat is. Nou, ik denk dat uw bompa daar echt niet mee akkoord zou gaan. Maar ik wil u in elk geval heel hartelijk danken voor dit interview en een beetje uitleg. En ik hoop dat we nog veel zondagmiddagen mogen hebben. En vooral goede herinneringen aan uw bompa. Want het was een heel groot man. Dank u wel voor Mortsel TV. Met veel plezier gedaan.